Hoi. Mooi. Zoals je kan zien is de wand wel vol nu. Ja, waar kom ik dan? Ik hoor dat mijn hoofd ook erbij komt, hoor. Ja. Er gaat een rij onderkomen nog. Ja, gewoon als berghuis. Zelfde volgorde. En dan kom ik kennen daarna. Ik zag Suarez net, toch? En Klaas-Jan ook, of niet? Klaas-Jan, ja. Babel. Edwigers. Brian, club van 100. Lekker bezig. Zo jong en al 100 wedstrijden. Je hangt naast mij. Nog mooier. Ik denk dat jij heel blij mee bent. Wil jij nog wat zeggen? Verdiend, vriend. Hou van je. Dank je wel. Hoe mooi. Hang naast Berghuis. Ook 21 jaar pas dus. Wat zou je Kenneth mee willen geven? Ik hoop dat hij de 100 haalt, joh. Dat kan ik hem alleen meegeven. Maar dat gaat hij sowieso halen. Dat is gewoon een mooi en trots gevoel. Terugzien, oude teamgenoten ook. Dus ik denk dat ik wel trots kan zijn dat ik 100 wedstrijden heb kunnen behalen voor Ajax. Ik weet wel hoe het is begonnen tegen Fortuna. Ik denk dat de trainer me eerst uitleg gaf van wat ik moest doen. En zei gewoon lekker dat ik moest gaan spelen, genieten. En wie weet, goaltje meepikken. Was je zenuwachtig toen? Nee, niet echt. Nee, ik was niet zenuwachtig. Ook niet voor mijn Champions League debuut, eerlijk gezegd. Dus, nee. Zijn er wel momenten dat je wel zenuwachtig bent in dit leven of eigenlijk nooit? Toen je rijbewijs moest halen of zo? Nee, ik kon al goed rijden. Dus nee. Neres. Kluiber kwam helemaal vrij. Neres doet het zelf en raakt de paal. In de rebound is daar Brobbey. En zoals zo vaak scoort de man die zijn debuut maakt. Ja, ik ben heel blij mee natuurlijk. Dat ik bij mijn debuut een goaltje mag maken. Ja, ik was heel blij. Al liet ik het niet helemaal zien. Maar ja, scoren bij je debuut natuurlijk iets moois. Dus, ja, ik was heel blij. Ja. Als ik hard juich ik hard en zo niet. Ik ben nog steeds blij als ik mijn doelpunt te maken. Je had rug nummer 30, was dat nog je eigen keuze ook? Of? Nee, dat was niet mijn eigen keuze. Nee. Maar prima rugnummer toch, om te beginnen. Ging ik steeds lager en lager die rugnummer. Dus, ja. Eindig je bij nummer 1 straks? Nee. Nummer 9 alleen. Heb je dat shirt nog? Nummer 30. Ik denk bij mijn moeder vast wel, ja. Het heeft niet een mooi plekje aan de muur gekregen? Nee. Moest ik eigenlijk wel doen, maar niet gedaan. Zulke dingen zijn mooie momenten toch, met later terug te kunnen zien. Maar tegenwoordig kan je ook alles op YouTube terugvinden. Dus, ja. Nou, Brobbey! Ja, no! Oh, catastrofiek! Hier mocht ik ook invallen, joh. Bij een 1-1 stand. Belangrijke doelpunt had ik gemaakt, joh. En dit was volgens mij die tijd dat er in het nieuws kwam dat ik naar Leipzig ging, volgens mij. Denk ik. Was het extra lekker om dan toch dit nog voor Ajax te kunnen doen? Ja, zeker weten. Toen kreeg ik haatberichten en zo. Toch? Ja, dus daarom is het wel lekker. Velduel, waar de bal er precies tussen zit. Ja, Bobby heeft veel pijn. Daar komt hij hem nog wel binnen. Met zijn laatste inspanningen, want hij gaat er zo echt af. Maar hij zet Ajax wel op een 1-0 voorsprong in de 34e minuut. En dit is de finale bijdrage van Brian Brobbey. Ik kon eigenlijk niet lopen, dus je ziet me ook hoe ik loop. Een beetje shock en dus dan ja, gaf die bal prima op mijn hoofd. Dus ik hoefde het alleen in te knikken eigenlijk. En daarna ja, kon ik echt niet meer, was het helemaal klaar. Wie is het beste teamgenoot geweest waar je mee gespeeld hebt in die 100 wedstrijden bij Ajax? Veel goede spelers, maar ik denk Dusan. Ja. Echt een leider. Ik heb heel vaak met hem gesproken. Hoe ik moet lopen voor de goals. Daar laat hij me bijvoorbeeld een video zien van zijn teamgenoot van Servië. Die spits, Mitrovic. Dus veel dingen. Ja, je is ook wel eens aangegeven dat je ook met Huntelaar beelden terugkijkt en zo. Hoe belangrijk is het om met
collega's zo'n gesprek hebben? Ja, Huntelaar was mijn mentor. Toen ik mijn debuut had gemaakt als mijn mentor, dus ging hij elke keer beelden kijken, ja. Wat heb je van Huntelaar geleerd? Dat ik soms in de buitenspelpositie moet staan, ja, voor die voorzet. Wanneer je ziet dat hij bijvoorbeeld op middenveld die bal gaat spelen naar de linksback die best wel was in de buitenspelpositie, kan hij die bal zo geven. Loopactie van Darami, Rens ziet het. Geen buitenspel en de redding, maar wel doelpunt van Robbie. Kampioenswedstrijd, hè? Ja, met de fans gezellig, hoor. Verzamelen met z'n. Iedereen was blij voor me. Het is een hele leuke team ook. Allemaal verschillende mensen, weet je, die bij elkaar komen. Dus daarna lekker met het team feesten. Volgend jaar lekker Champions League. Met Ajax? Oh ja, daar ga ik wel van uit, ja. Nu spreek je vooral met je voeten. Ja. Waarom merk je dat je in een goede flow zit? Ja, ik scoor goals. Dat is belangrijk voor het team. Niet alleen met mijn goals, maar ook in het spel. Dus. Ik speel vaak wedstrijden ook gewoon heel goed, maar soms pik je geen goal mee. En dan gaan mensen ook gelijk heel anders kijken, weet je, omdat je geen goal mee pikt. Af en toe is het wel vervelend, want soms speel je gewoon een prima wedstrijd en dan zeggen mensen toch dat. Omdat hij niet heeft gescoord, toch? Dat het niet zo goed ging. Kan het nog beter, denk je? Voor alles kan beter. Want het koppen wilde je, heb je ook wel aangegeven in eerdere interviews? Ja. Dat je daaraan wil werken. Het gaat steeds beter, toch? Ja, ik ben onder de indruk. Ja, ik ook. Ik denk tegen Heerenveen, die bal van Branco, ja, hoef je eigenlijk niet veel te doen, toch? Gewoon eraan lopen. Gewoon tegen eraan lopen, ja. Dat is een fantastische bal. Op naar de 200 wedstrijden? Op naar de 150 is misschien. Stap voor stap. Stap voor stap. Stap voor stap.